stervende zwanen. Dag Justine van Avermaat. Hallo. Hallo. Dank u om tot bij mij te komen en dank u om op de podcast te komen, eerst en vooral. Geen enkel probleem, met veel plezier. Ja, hoe is het? Goed, goed. Ik ben nu in België voor in totaal een drietal weken. Ons seizoen is gedaan. En 8 januari vlieg ik terug naar Noorwegen om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Maar ik ben nu even thuis aan het genieten van de feestdagen en gewoon even op mijn gemak thuis te zitten. Ja, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen in 2020, dat dat een beetje anders geweest is dan de voorbije jaren. Ja, het is niet het gemakkelijkste jaar geweest natuurlijk. Het was veel en lange tijd weg van huis en van familie en vrienden. En in Noorwegen zelf moesten we eigenlijk ook zoveel mogelijk buiten het voetbal dan op ons appartement blijven. We zaten eigenlijk in een soort van vrije tijdsquarantaine, dus buiten voetbal. Konden we niet veel doen. Dus ook niet... we konden eens niet naar Oslo gaan of eens een koffie gaan drinken of eens iets ergens gaan eten. Dat was eigenlijk... dat mocht eigenlijk niet. Nee, dat was allemaal verboden waarschijnlijk. Ja, we zaten eigenlijk zo in een soort van bubbel met de ploeg. We moesten zoveel mogelijk contact vermijden met anderen. En ja, ik zit daar in Noorwegen en mijn ploeg is ook de enige... die dat ik daar heb. Maar het is altijd leuk om dan buiten de voetbal zelf iets te doen met je ploeggenoten dan. Maar dat zat er ook niet echt in. Nee. En voor de mensen die niet zouden weten of die ergens in een soort vacuüm leven, voetbalt bij de Red Flames. Ja. Nationale voetbalploeg. Dus ik zit eigenlijk met een heel belangrijke persoon aan tafel. Hoe ben je eigenlijk begonnen aan het carrière voetbal, om het zo te zeggen? Hoe ben je bij voetbal terechtgekomen? Eigenlijk allemaal redelijk spontaan. Ik ben vroeger op school en met mijn broer en met mijn neven voetbalde ik eigenlijk altijd. En zonder erbij na te denken van oei, ik ben een meisje of zo. En mijn ouders lieten mij ook gewoon doen. En dat was hetgene dat ik plezant vond. Hebben mijn ouders mij ingeschreven in een voetbalclub bij Vos Reinaert. Toen ik 7 jaar was, denk ik. Vos Reinaert is eigenlijk een soort van familieclub. Waar je ook kon korfballen, tennissen. En eigenlijk heel mijn familie was daar zo aangesloten. Dus ook veel korfballers in de familie, veel voetballers. En mijn zus is 2 jaar ouder en die is op 7 jaar beginnen korfballen. En ik als 5-jarige ben dan meegegaan, ook qua beginnen trainen, korfbal dan. En dan vanaf 7 ben ik daar ook bij Vos Reinaert. Is nog redelijk vroeg, nee? Ja. Maar mijn zus ging. Dus als de grote zus ergens naartoe wilt, ja, de kleine zus ook mee. Dus van mijn 5 jaar ben ik beginnen korfballen. En dan vanaf mijn 7 ook voetbal. Ja. En was dat dan waarschijnlijk ook nog bij de jongens dan? Ja, dat was bij de jongens. Ik denk, ik heb daar tot mijn 13 of 14 gevoetbald. En over heel de periode denk ik dat er nog 2 andere meisjes waren. Ja, maar voor de rest met de jongens. Maar dat was plezant, ja. Ja, had het niet. Ja, ik herinner me, bij ons was dat ook inderdaad. En dan vanaf 12 jaar denk ik dat die dan... Ja, dat was van een bepaalde leeftijd dat ik eigenlijk niet meer bij de jongens mocht spelen. En dan ben ik van... Ja. Dan ben ik eigenlijk naar de Sinai Girls gegaan, omdat dat ook in Sinai was. Vos Reinaert was ook in Sinai. En daar heb ik dan gespeeld tot... hoe oud was ik? Nu moet ik even denken. Ik weet niet juist hoe oud. Ik was 20 of 21. Ja. En dan ben ik een jaar naar Anderlecht gegaan. Dan 3 jaar Lierse. 2 jaar Anderlecht. En dan heb ik een half jaar in Duitsland gespeeld. En dan richting Noorwegen vertrokken. En daar ga ik nu aan mijn 3e jaar beginnen. Ja, inderdaad. Nu misschien eerst nog een keer helemaal terug naar Sinai Girls. Mm-hmm. Dat was meteen wel het hoogste niveau uiteindelijk. Hè? Ja, ze speelden in Eerste Nationale. Ja. Als ik daar aankwam, heb ik eerst bij de jeugd gespeeld. Maar al vrij snel zagen ze van... die Justine, die kan wel voetballen. Dus vanaf mijn 15 heb ik eigenlijk meegedaan met de eerste ploeg. En dan mocht ik regelmatig invallen en dan... Ja, vanaf dan is het eigenlijk vertrokken. Mocht ik steeds meer en meer spelen. En, Vanaf dan begonnen de bekers ook te komen. Ja, dat klopt. Ja, 3 jaar op rij hebben een beker gewonnen. Dat is eigenlijk, als ik erover
allee, zo een beetje nostalgisch naar kijk, is dat waren eigenlijk echt super, super leuke tijden. Dat was allemaal zo... hoe moet ik dat zeggen? Dat is totaal anders gelijk nu. Dat was, we trainden 2 keer per week toen. En op donderdagavond bleven we dan een klein beetje langer hangen in de club dan. En dan zag de voorzitter zo hapjes en al. En dat was eigenlijk totaal nog niet zo professioneel gelijk dat nu is. Maar dat heeft ook natuurlijk zijn charme. En ja, als ik daarover terugdenk, was het eigenlijk echt een heel toffe periode. Ja, ik denk dat het er ook al voor zorgt dat je nog meer verliefd wordt op dat spelletje en op de omgeving daar rond, omdat je in een situatie zit van je wint, het is leuk. Ja, en tegelijkertijd ook die familiale sfeer hebt om verder te groeien, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Ja. Het is nu wel anders, hè, zegt hij. Ja, volledig. Ja. Ik zeg, de evolutie dat vrouwenvoetbal heeft doorgemaakt de laatste jaren, als je 10 jaar teruggaat, dat is echt... echt immens. Hè. Nu, als ik dan naar mijn eigen kijk... Bij de Sina Girls was dat 2 keer trainen. Van krachttraining hadden we eigenlijk nog niet gehoord. En nu is dat bijna dagelijks trainen. En krachttraining erbij. En rusten en je eigen verzorgen. En behandeling bij de kini of massage of zo. En ja, dat is zo immens gegroeid. En... ja, ook nu video-analyses, ja, daar had ik 10 jaar geleden nog niet van gehoord. En ja, juist doordat die dingen zo evolueren, evolueert de sport ook mee. En ik gewoon, ook als individu, ben daardoor echt de laatste jaren enorm verbeterd door gewoon veel meer te kunnen trainen en mijn focus op de voetbal te leggen. En daardoor ben ik echt persoonlijk veel beter geworden. Ja, was dat toen al het doel om op die manier te willen echt verder opgaan? Want zoals gezegd, ja, 18 jaar denk ik, hè, tot 21. Was dat toen ook al het doel om professioneler en echt prof te willen worden? Of was je daar op dat moment nog niet zo hard mee bezig? God, dat zat altijd wel al een beetje in mijn hoofd om ooit in het buitenland te gaan spelen. Maar toen was dat een beetje een ver van mijn bedshow. Want je wist zo niet hoe en wat. En ik denk dat er op die moment maar 1 of 2 Belgische vrouwen waren die in het buitenland voetballen. En dat was denk Femke Maas. En dan, ik weet nog, Lorca van de Putten is dan in Nederland gaan voetballen. En ik weet nog op die moment dat was van, amai, die gaat in Nederland voetballen. Dat was echt zoiets van, wow. En nu is het, ja... Je kunt het je eigenlijk bijna niet meer voorstellen dat er geen zouden in het buitenland spelen. Ja, het is geen vereiste, hè, maar... ja, dat duidt wel aan hoe dat allemaal gegroeid is, natuurlijk. Ja, absoluut. Daar kunnen we het zeker nog later nog wel eens terug over hebben. Waar ik ook naartoe wil, wou nog bij de Sinai Girls. Je laatste bekerfinale die je uiteindelijk daar gewonnen hebt. Je hebt er 6 in totaal gewonnen. Vooral duidelijk, hè. Ja. De eerste 3. Ja. De laatste 3. 2 keer gescoord ook. Ja. Dus dat moet wel nog een extra leuk gevoel zijn als je die 2 doelpunten voor je ploeg maakt. Mm-hmm. Op jonge leeftijd op dat moment. Ja, Ja dat is prachtig op die momenten. Omdat je, ja, dat is hetgene dat je graag doet en dan ook belangrijk zijn. En ik was daar dan ook zo de jonkie van een hoop. En ja, dat was echt gewoon heel leuk. En je stond dan zelfs eens in de krant. En dat was echt zo super speciaal. Je stond in de krant? Ja, dat was echt zo... Ik weet dat nog, dat was toen echt zo... Ja, zot. Want we kwamen eens in het nieuws. En we kwamen eens op het journaal. Of in sportweekend zelfs, denk ik. Allee, dat was maar kort. Maar dat was zo toen... Ik weet nog, ja, we kregen toen een beetje aandacht. En dat was zo, wow, zot. We kregen aandacht en... Ja. Ja, er is op dat vlak ook wel wat veranderd, denk ik. Ja, uiteraard. Veel. Ja, misschien nog te weinig misschien. Ja, dat vind ik ook. Ja. Nu, je hebt uiteindelijk de overstap gemaakt eerst naar... Anderlecht, een jaar. Naar Anderlecht, hè. Ja. Dan ga je van, denk ik, Sinai Girls naar... zoals dat zelf zegt, de familiale sfeer met de hapjes op in de week, dan denk ik dat bij Anderlecht een iets ander verhaal was. Ja, of, lichtjes wel, maar op die moment denk ik niet dat er heel veel verschil zat in de voetbalclubs in eerste klasse.
Dat was ook allemaal... Ja, Anderlecht, dat was wel Anderlecht natuurlijk. Hè. En ook voor de buitenwereld was dat, amai, je gaat naar Anderlecht. En Sinaï was inderdaad wel wat die familiale club, maar op die moment was ook niet dat dat daar immens professioneler aan toe ging of zo, dat wel niet. Dat, ik denk dat dat ook pas de laatste jaren is gekomen. Ik denk dat voor heel veel van die grotere clubs vroeger het een soort van... Ja, afterthought was een idee van we doen dat omdat het bij wijze van spreken, het is niet verplicht, maar omdat het wel dan is, terwijl dat nu toch wel een ander verhaal is. Ik heb wel een indruk dat Club Brugge en Anderlecht, zeker met Tessa Willaert nu, daar toch wel een stuk meer mee bezig zijn dan toen. Ja, zeker. Ja, bijvoorbeeld als je nu kijkt naar Club Brugge, de vrouwen van Club Brugge, eigenlijk Club YLA. Ja. Daar zit echt ook wel wat een visie achter. Dus dat is wel echt leuk om te zien dat die daar ook mee bezig zijn en dat zo niet is, ah ja, de vrouwenploeg, bij wijze van spreken. Maar nu is het echt zo, Club YLA, en dat is die hebben een eigen identiteit. En dat is enorm aan het groeien. Ja. Ja, dat is ook Leo van der Elst, denk ik, die daarachter zit. Ik heb hem een paar keer een bericht gestuurd, maar hij antwoordt niet. Oei. Ik wil hem op de podcast heel graag om ook daarover te vertellen, en ook over zijn carrière natuurlijk. Maar op een of andere manier, leest het niet, bereikt het hem niet. Oh. Maar ik zou hem ook heel graag... Dus moest het horen, Leo, de kans is klein. ik zou het wel heel graag... Ik kan het proberen, hè. Ja, het is dat. Dat is een paar keer ook... dat was één jaar eigenlijk, hè. Anderlecht, ja. Hoe komt dat maar één jaar daar? Dat weet ik niet meer zo goed. Toen was dat... Ja, dan ging ik naar Lierse. Die hadden ook wel een goede ploeg. Dus dan ben ik naar Lierse gegaan. Heb ik daar eigenlijk 3 mooie jaren gehad. Dus ik weet niet echt goed meer wat de reden was dat ik veranderd ben. Ja. Je had 3 bekers op rij gewonnen met Sinaï. Er was... Een vierde mogelijkheid dan met Anderlecht, denk ik. Hè. Ja. Maar Bart geblesseerd in klopt. Tegen wie was het nu weer? Sinaï. Ja. Ja, goed. Klopt. Ik probeer mijn research nog goed te mooi. Doen. Ja, mooi. Goed gedaan. Dus dat moet wel ambetant zijn om in de tribune te zitten voor een bekerfinale te koer. Ja, maar dan al zeker tegen Sinaï. Dat klopt. Dat was wel een pijnlijk momentje. Dat klopt. Ja. Het is wel een paar keer al voorgekomen, hè. Op de tribune zitten, weer in een blessure. Ja, naar mijn mening iets te veel. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk de laatste jaren, sinds ik echt enkel nog al mijn focus op de voetbal heb gelegd, veel minder. Dus dat zal ook sowieso meespelen. Ik heb een universitair diploma gehaald. En mensen die mij kennen weten dat ik nogal een perfectionist ben. Dus dat was voor mij eigenlijk heel moeilijk om... te studeren en te voetballen. Allee, ik deed wel alle twee, maar als ik daar nu over nadenk en op terugkijk... ik heb nooit 100% voor de voetbal kunnen leven of alles kunnen doen wat ik op die moment wou doen. Omdat ik moest nog studeren. Daarnaast ook natuurlijk. Maar de laatste jaren ben ik 100% gefocust op voetbal en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. En heeft dat dan ook... Is dat met elkaar te maken, denk je wel? Van, dat is de reden waarom dat ik nu minder blessures heb, door het feit dat ik alleen maar met dat bezig ben? Ja, dat denk ik wel. En uiteraard ook, ik ken mijn lichaam natuurlijk wel beter, maar ik ben ook veel beter getraind dan vroeger. En ik weet wat ik nodig heb en wanneer dat ik moet rusten en wanneer dat ik extra moet trainen. En dus je leert je eigen natuurlijk ook veel beter kennen. En ik heb natuurlijk ook wel mijn achtergrond, want ik ben dan afgestudeerd als kiné. Dus het zijn allemaal zo wel wat factoren die samenspelen, waardoor dat ik de laatste jaren amper blessures heb gehad. Ja, en dat is alleen maar gewoon. Die heeft de carrière wel nog een stuk naar omhoog gebracht. Ja. En met dat universitair diploma, heb je dat in een stukje staan gedaan? Waarschijnlijk niet dan. Dat is 5 jaar en ik heb daar 6 jaar over gedaan. Dat valt nog goed mee. Soms worden van mensen die op hun 30 als topsporter op hun 30 gaan aan het afstuderen zijn, maar hebben het nog redelijk snel gedaan, maar dat maakt het natuurlijk wel een stuk moeilijker, denk ik. Ah, wel. Ja, dus die topsporters die dan op hun 30 nog aan het studeren zijn, hebben veel minder studiepunten dan per jaar. Ja, ja. Waardoor dat ze natuurlijk
meer focus kunnen leggen op een sport. Dus het is eigenlijk een beetje een keuze dat je moet maken. Maar ja, voor mij was het echt ja, superbelangrijk om eerst mijn diploma te halen en dan daarna de voetbal. Allee, natuurlijk ook. Ik ben nooit gestopt met voetballen. En ik heb altijd wel in Eerste Nationaal en in België gespeeld. Dus wel op het hoogste niveau in België. Maar niet op de manier dat... Allee, op die moment leek dat normaal, maar niet op de manier waarop dat zou moeten eigenlijk als je echt professioneel ermee wil bezig zijn. Ja, en het feit dat je dan ook nog voor kinesiotherapeuten studeerde, heeft er ook wel mee te maken, denk ik. Dat je, of welke voordelen geeft dat? Ik denk dat je toch wel een aantal voordelen kunt opnoemen van het voetbalster zijn, maar ook de achtergrond van kinesiotherapeuten te hebben. Ja, dat klopt, ja. Qua verzorging dan, weet je... ik heb wel geleerd wat dat de beste manieren zijn om te recupereren. Of als je iets voelt, dan kun je dat natuurlijk ook wel beter kaderen. En je weet wat dat je er voor jezelf aan kunt doen. Of je weet wanneer dat je hulp moet inschakelen. Of, dat zijn allemaal zo van die zaken die, waar dat je uiteindelijk ja, wel veel voordeel uit haalt. Ja. Komen de ploegmakkers dan af en toe ook een keer, of maatjes moet ik eigenlijk zijn, komen die dan ook af en toe een keer bij u om raad vragen? Of, Dat gebeurt. Ja, dat gebeurt. Ik heb zelfs ook al eens een paar ploegmaatsen behandeld. En eigenlijk, dat typeert ook een beetje dat niet altijd... hoe moet ik dat zeggen? Dat is eigenlijk niet logisch dat ik ploegmaats moet behandelen. Hè. Nee. Ja, dat zegt dan veel over de begeleiding, maar dat is de afgelopen jaren niet meer gebeurd. Hè. Nee, ja. Ik kan me voorstellen, een keer dat je in het buitenland begint te voetballen, maar ook in België waarschijnlijk, dat wel... Ja, dat evolueert. Ja, zeker weten. Want nu zit hij ook prof. Mm-hmm. Het doet niet anders. Maar dat wil ook zeggen dat de mensen daar rond, dat die ook vaak prof zijn. Hè? Wat dat misschien in het begin van uw carrière ook niet allemaal was. Hè? Die begeleiding, dat ook mm-hmm. mee stappen zet. Ja, wauw. Daar is wel ook nog redelijk wat werk aan, vind ik. Bijvoorbeeld bij mijn club in Noorwegen, bij LSK. Het is misschien zelfs een klein beetje niet gênant, maar we hebben daar een kine, maar die is er bijvoorbeeld ook niet alle dagen. En dan, daar kan ik soms wel een klein beetje ambetant van worden, omdat we spelen wel op het hoogste niveau in Noorwegen en we hebben niet altijd een kine op de training. Dus het is allemaal nog niet hoe dat moet zijn, maar ja, het is allemaal in evolutie, zal ik het zo zeggen. Maar het is allemaal nog niet hoe dat hoort te zijn. Of als je vergelijkt met mannenvoetbal. Gelijk bijvoorbeeld mijn verloofde Thomas, die werkt als kinesist bij Club Brugge. Als ik dan hoor hoe dat daar allemaal aan toe gaat. En als ik dat dan vergelijk met ons, is dat eigenlijk echt... Ja. Ja. Ik vind het juiste woord niet om het te beschrijven, maar... Frustrerend, zoiets? Misschien wel. Ik heb het dan wel voornamelijk op clubniveau. Hè, want bijvoorbeeld bij de Red Flames worden we echt supergoed begeleid. Dat is echt op en top professioneel. Ze proberen ons op dezelfde manier te begeleiden als dat ze met de Rode Duivels doen. Dus de dingen die wij missen bij de club, kunnen wij wel altijd vragen aan de staf van de Red Flames. Ja, dus, okay. Ook doorheen de periodes. Ook doorheen het jaar. Dus... als je voelt van, we doen hier kracht op de club, maar ik voel mij daar niet goed bij. Of ik vind dat ik iets anders nodig heb. Of het is moeilijk om daar met de club over te praten. Dan kunnen wij wel altijd terecht bij de staf van de Red Flames. Om extra informatie of programma's of feedback of eender wat. We zijn dus wel een beetje half in gerold natuurlijk, de Red Flames. Wanneer ben je eigenlijk begonnen bij de Red Flames? Wanneer was je eerste wedstrijd? Ik denk als ik 21 was. Maar ik ben niet 100% zeker. Maar mijn eerste kap, denk ik, op mijn 21. Ja, en hoeveel zitten we nu? Of jij nu? Ik heb er niks mee te maken. Ik weet eigenlijk niet. Nog niet superveel, hè. Een stuk of 20, denk ik. Zoiets. Ja, tussen de 20 en de 25, denk ik. Ja. En herinnert je die eerste cap dan nog? Ja, dat was in Oostenrijk. Tegen Oostenrijk.
En ik heb het hier aan iemand anders gevraagd ook, maar ik weet niet meer wie het was. Ik wil er vanaf zijn. Maar ook die geselecteerd werd voor de nationale ploeg. De eerste keer dat die selectie er komt, is dat ook iets dat je gewoon via Twitter moet lezen of via een mail? Of wordt iemand getelefoneerd bij jullie? Moet ik even eens denken hoe dat vroeger juist was. Heel in het begin was dat via een brief nog, denk ik, via de post. Ja. Dus dan krijg je gewoon een brief in de post, ja, nationaal team. Ja, mijn uitnodiging en dan de datum en het uur waarop dat je moet verzamelen en zo. Maar toen dat ik 21 jaar was, dat weet ik niet meer goed. Ik denk ook via mail of zo. Maar nu, dat is wel grappig, krijgen wij een bericht. U bent opgeroepen voor de nationale ploeg. Check je e-mail of zoiets, is dat bericht. Ja. Dus via telefoon, zeker. En nu krijg je het inderdaad. Dus je krijgt een bericht dat je geselecteerd zit en dan krijg je een mail met de uitnodiging. Maar soms gebeurt dat je dat eerst op Instagram ziet, dat de selectie bekend wordt gemaakt en dat je daarin getagd bent. En dan zo 10 minuten later krijg je je bericht. Ja, kan zijn dat op sociale media iets sneller staat. Ja, wel leuk natuurlijk als je dat... De eerste keer, herinner je dat nog? Als dat binnenkwam, die brief? Of toen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Is dat gewoon omdat je daar niet zo hard mee bezig bent? Jawel. Maar mijn eerste cap was op mijn 21, maar daarvoor was ik wel al geselecteerd voor trainingen en zo. Maar dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Nee. Dus eigenlijk al wel... Je bent nu 28. Ja, sorry als ik als vrouw uw leeftijd zeg. Dat is geen enkel probleem. Ik heb daar niet zo grote problemen mee. Nee, maar het deed mij gewoon denken aan... Er was een collega van mij, onlangs, die op pensioen ging. En die klaagde altijd... Ja, elke journalist klaagt wel een keer over wat het in de krant moet schrijven of hoe dat in de krant komt. Maar af en toe, als je iemand interviewt, sommige vrouwen hebben niet zo graag dat je de leeftijd vermeldt. En dan is er altijd zo'n ding van... Ja, zou je mijn leeftijd niet willen... Ja, dat kunnen dan wel inderdaad niet doen. Er zijn ook vrouwen die vragen, kunnen mijn leeftijd een beetje naar beneden halen? Och. Dus, en het was nu heel toevallig dat ik hem ooit een keer met hem die conversatie had gehad, dat ik iemand geïnterviewd had en hij ging nu op pensioen. Mm-hmm. En hij had een foto dus van hem en zijn vrouw, die in de krant kwam omdat hij op pensioen ging. Mm-hmm. En ik kreeg een mail van mijn vrouw ze haar leeftijd er niet kunnen in vermelden. Maar alleen. Dus dat vond ik dan eigenlijk wel grappig, dat eigenlijk iets is dat toch nog altijd zelfs bij de journalist zijn vrouw dat niet graag in de krant krijgt. Ja, misschien dat nog komt, dat weet ik niet. Ja, maar voorlopig... Misschien dat bij 28 nu nog niet het grote probleem is. Dat is cijfer 28, maar ik moet zeggen, ik voel mij geen 28ste. Ik voel mij 23 of zo, denk ik. Ja. Dat is nog altijd een mooie leeftijd, 28 of 23. Maar ik zit er ergens middenin, ik ben 26, dus het is eigenlijk bijna net in de midden. Mooi. Ik ging iets vragen, maar nu ben ik het vergeten, Hand, met uw leeftijd te maken. Dat je inderdaad wel al een tijdje bezig bent ook, hè? Mm-hmm. Dus die periode is al van 2000 en... Want wanneer was het toen? 2000 en... Ben van 92. Ja, maar dan wil het zeggen dat je debuut gemaakt hebt ergens in 2013? Nee, ben ik niet helemaal verkeerd. Ja, het zal zoiets geweest zijn. Ja, zoiets, hè. Ja. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat je al een tijdje meegaat. Dat je aan 20 Interland zit. Er is wat tussen geweest dan? Of ja, vooral... ik heb een paar langdurige blessures gehad. Ja. En je zit dan altijd... Je hebt die blessures dan een paar maanden, maar je hebt dan ook nog altijd wel tijd nodig om terug op je beste niveau te geraken. Dus, ik heb dus wel wat... Als ik het allemaal samen optel, hoe lang ik geblesseerd ben geweest, dan komt het wel uit op een paar jaar, denk ik. Ja. Dan is, zoals André net al zei, gelukkig nu voor een groot deel afgesloten. Dan hoop ik dat dat zo blijft. Ja. Nu, een van de blessures die ook met Red Flames aan te maken was, was 2017 waarschijnlijk, 2016. In verband met naar het EK gaan, het EK in Nederland. Dat was in principe de bedoeling. Ja. Maar een wedstrijd tegen, God betert, Noord-Korea. Klopt. Dat was op de Cyprus Cup in maart. Ja. Dus hetzelfde jaar als het EK. Nog, ja.
En ik moet zeggen dat ik ook toen eigenlijk best wel goed bezig was. Maar dan een stomme beweging heb ik mijn voorste kruisband gescheurd. Terwijl de kat hier passeert. Voor de mensen die zouden kijken op YouTube en die zich afvragen waarom dat je naar links aan het kijken bent. Ja. Dat heeft met de kat te maken. Ja. Nee, ja, dus een stomme beweging. Ik denk dat er was geen contact aan te pas gekomen. Verdraai ik mijn knie, scheur ik mijn voorste kruisband en... Ja, ik wist het direct. Ik hoorde een krak en ik wist welke beweging dat mijn knie had gemaakt. En ik weet nog dat ik aan het roepen was. Ik heb mijn kruisband gescheurd. En ja, dat was echt... ja, dat is eigenlijk zo het moment dat je echt zo... Ja, dat is echt fuck. Ja, echt, is dat fuck. Dan een van de diepste momenten als voetballer dat die moment, in je carrière? Ja, zeker weten. Ja, want ik ben voordien ook wel al geblesseerd geweest. En dan denk je ook zo eens, oh, maaf. Of dan weent je ook wel eens. Maar ik weet, na mijn voorste kruisbandblessure heb ik echt... ik woonde nog thuis toen en dan... dan ging ik soms slapen en dan heb ik echt nog lang liggen ween in mijn bed. Dan is mijn mama nog bij mij komen zitten. En dat was echt zo, ja, waarom nu? En ja... Ja, dat was echt... Je werkt zo hard toe naar iets, met die groep ook. Ja. En dan zit je die groep uiteindelijk vertrekken zonder u. Ja. Ik zie dat je er nu nog altijd een beetje moeilijk mee hebt. Ik wist niet dat ik dat er nog moeilijk mee had, want dat was gepasseerd. Maar als ik zo aan terugdenk, ja, dat doet iets met u, hè, natuurlijk. Want, ja, absoluut. Ja, voetbal is altijd een belangrijk deel van mijn leven geweest. En een van de belangrijkste bijzaak van het leven, hè. Dus ja, natuurlijk doet dat iets met mij. Maar dat was echt wel... Die eerste week nadat dat gebeurd was... eigenlijk na mijn operatie waren eigenlijk dat was eigenlijk het ergste dat ik ooit heb meegemaakt. Ja, dat is wel echt waar. En als dan het EK in Nederland begint, staat dan een televisie op of is dat toch... Ik was toen gevraagd voor de VRT om mee de match te analyseren. Maar op die moment had ik dat wel al een plaats kunnen geven. Ja. Dus op die moment... Dat doet heel veel pijn als je die daar ziet spelen. Maar op die moment had ik dat wel al kunnen plaatsen. Dus, ja, ja. Het zou anders ook moeilijk geweest zijn, denk ik, om op televisie dan te gaan zitten. Terwijl, terwijl je daar eigenlijk nog altijd heel veel zee zou aan hebben. Ja, klopt. Ja. Ik heb dat toen op een andere manier proberen benaderen allemaal. En ik zeg het, ik had het toen al een plaats gegeven. Ja. En ja, dat EK heeft denk ik voor heel veel mensen wel een groot verschil gemaakt. En die beleving toen was... Dat was eigenlijk wel gigantisch, hè. Ja. Ja, want dat was ook voor de eerste keer zo uitgebreid op televisie met voorbeschouwing, bespreking in de rust, nabeschouwing. Dat was in Nederland. Ja. Dus er waren heel veel Belgen naar Nederland gereisd. Dus dat was echt... dat was denk ik de eerste moment dat echt zo... Dat vrouwenvoetbal in België wel echt een serieuze boost heeft gekregen. Ja, en dat was ook vol stadions, hè, in Nederland. Natuurlijk, het was natuurlijk in Nederland. Ja. Nee, maar er waren ook echt heel veel Belgen aanwezig. Dat was echt... dat was superleuk om te zien. Ja. Ja, ja. En daarmee dat het nu ook zo belangrijk was voor ons om opnieuw het EK te halen. En het EK is in Engeland. Is ook 1, nog niet zo ver voor de Belgen, maar 2... Engeland is echt... Als je een Europees land moet aanwijzen waar dat vrouwenvoetbal serieus aan het groeien is, momenteel, is het wel Engeland. Dus dan gaat daar ook mega gehyped worden en de media gaat daar echt keihard opspringen. Dus dat is wel ook echt fantastisch dat we ons daarvoor gekwalificeerd hebben. Ja, en Engeland is natuurlijk ook het voetballand. Ja, dus klopt. Wat dat betreft ga je ook niet veel andere landen vinden waarin dat zo de stadions en zo ook zullen ook goed vol zitten. Ja, 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 ja. Dus dat is wel iets om naar uit te kijken. Het is nu 2022, zeker. Klopt. Dat is het jaar ook op de school. Ja, omdat het EK van de mannen verzet is, is het onze ook mijn jaar verzet. Omdat ze vanuit de UEFA uit ons ook de nodige aandacht willen geven. Ja. Moest dat samenvallen? Het zou dat niet ideaal zijn? Nee, inderdaad. Dat zou misschien te veel het een naar overschaduwen. Ja, dat is ook niet de bedoeling voor hen en voor jullie al zeker niet. Nee.
nu die weg daarnaartoe, naar dat tweede EK. Hoe is dat verlopen voor jullie, de Red Flames? Dat was een beetje wisselvallig misschien, maar dan uiteindelijk wel... Ja, gewoon wisselvallig. We hebben één moeilijke match gehad in Roemenië, waar dat we maar nipt 0-1 zijn gaan winnen. En dan in Zwitserland was het niet goed. Daar hebben wij 2-1 verloren. Maar voor de rest denk ik dat we wel best tevreden kunnen zijn over onze campagne. Want we hebben enorm veel gescoord, ook tegen de kleine landen. Wat voor velen gemakkelijk lijkt, maar we doen het toch maar. En we scoren zoveel en we creëren ook heel veel kansen. En dan ja... Het hoogste punt was natuurlijk onze thuisoverwinning, de laatste wedstrijd tegen Zwitserland. Hè. Dat was echt... ik weet nog, na de match was iedereen zo... Amai, 4-0, we hebben hier 4-0 gewonnen. En dat was echt zo'n besef van... Wij kunnen dat ook. Dat was echt zo van... Dat Zwitserland met heel veel goede spelers, want ze hebben spelers van Arsenal, PSG... Echt wel goede spelers. Maar... Dat was echt zo van, ja kijk, wij zijn België, wij kunnen ook wat. Want daar ontbreekt het misschien soms zo nog wel een beetje aan bij ons in de ploeg van dat zelfvertrouwen. En eigenlijk zouden we soms een beetje meer zo van die Nederlandse arrogantie moeten hebben van wij kunnen ook voetbal en wij zijn ook goed. En dat ontbreekt soms misschien wel een beetje, maar dat vertrouwen is zeker en vast wel aan het groeien. En nu zeker na die overwinning. Natuurlijk te maken met de prestaties die jullie leveren, dat jullie ook wel steeds meer ambitie mogen tonen, denk ik. Ja. Wat zijn de ambities richting dat EK? Ja, beter doen dan 17. Hè. En dan zijn we gestrand in de poules. Dus we zouden graag verder geraken dan de poules. Maar ik vind het altijd moeilijk zo. Wat zijn de ambities op een EK? Het is moeilijk. Ja, je wilt winnen, hè. En... Ja, ik wil gewoon het EK winnen. We hebben onze titel, dames en heren. Ja, ik zie het al. Nee, maar ik vind als je aan iets begint, moet je gaan voor het maximum. En dat is juist ook het mooie aan voetbal. Het is niet altijd de ploeg op papier, die op papier het sterkst is, die wint. Als je naar bijvoorbeeld 100 meter spurt op de Olympische Spelen kijkt of zo. Meestal is dat diegene die het snelste loopt. Ja. Maar in voetbal hangt het vaak ook af van details en vorm van de dag. En een team met een blessure of iets, een rode kaart. Dat is zo afhankelijk van zoveel factoren. Waardoor dat je... Ik vind, je moet elke wedstrijd aanvatten om te winnen en gewoon achteraf kunnen zeggen, oké, we hebben er alles aan gedaan wat we konden. En, het is ook een teamsport, hè. Ja, klopt. Er zijn 11 of dan nog invallers erbij. Er zijn er 14 die één fout kunnen maken op een heel wedstrijd die een heel toernooi beslist. Hè. Mm-hmm. Dat is bij de Rode Duivels ook al een aantal keer gezien dat zo net wel of net niet dan loopt. Nog één ding, ik wil nog teruggaan naar die wedstrijd in Leuven. Jullie spelen altijd in Leuven. Ja. Tegen Zwitserland, na die... na die overwinning zijn er beelden van u, ik weet niet of je dat zelf weet, dat je gelacht, dus ik weet... Ja, een soort van aftermovie. Ja. Waarin dat hij zelf zegt van, nu kan ik tenminste als speelster gaan en niet als toeschouwster. Dus dat vond ik wel grappig dat het eerste was dat... Je hebt... ik weet nog, die coronacrisis ook, dat was zo de wedstrijd tegen Zwitserland die we normaal... in april thuis gingen spelen, werd dan afgelast en dat werd verschoven en dit en dat. En ja, als topsporter stelt je voor jezelf bepaalde doelen. En dat was gewoon een van mijn doelen van 2020, is dat EK halen. En soms zat ik in Noorwegen alleen op mijn appartement na de training en dat was, wat moet ik nu gaan doen? En dan... Dus door juist die bepaalde doelen in mijn hoofd te halen, maakt je is dat alles waard, zeggen. Dus al die opofferingen dat je maakt, blijken dan... hoe moet ik dat zeggen? Dus je wordt er eigenlijk voor beloond, zal ik het zo zeggen.
Ja. Door al die, ja, die dingen dat je ervoor over hebt. En dat was zo op die moment even zo... Ah, yes, het is gelukt. Ja, dat kan ja. ik mee. Dat kan ja. ik mee. En dat zag je ook op de beelden, want er waren traantjes bij. Ja, dat was helemaal oké. Okay. Ja. Dat schaam me er niet voor. Nee. Ja. Zet sommige mensen hebben die misschien daar wel zo... Oh, nee. Maar dat maakt het net mooi, vind ik. Dat duidt net aan dat je er... Dat je ermee bezig bent. Dat iets is dat heel belangrijk is voor u. Mm. Nu, heel belangrijk misschien ook in dat verhaal Yves Senneels. Hoe belangrijk is zij in dat hele verhaal? Hij is begonnen in 2011. En toen ze in 2011 begonnen en waar jullie nu staan, is wel een enorm verschil, denk ik. Ja. Hoe belangrijk is zij in heel dat... bij ja, Red Flames? Superbelangrijk, hè. Hij is eigenlijk aan de... Hoe zei je dat? Ik weet niet hoe... Ja, op een laag punt begonnen, ja. Eigenlijk. En ja, waar dat we nu staan, is echt voor een groot stuk aan hem te danken. Dus gewoon ook door het werk dat hij er allemaal in steekt. Samen met de staf natuurlijk en de voetbalbond. Dus dat is echt de ideale persoon die ons team leidt, vind ik, ja. En die omkadering van de Red Flames is in de voorbije jaren ook wel bij de bond zelf ook een stuk uitgebreid. Hè? Wat is er doorheen die jaren eigenlijk veranderd? Ik weet nog, vroeger was er een trainer, een keeperstrainer, een teammanager dat ook materiaal deed en dan een kiné en een dokter of zo. Maar nu is dat... We hebben dus hoofdtrainer, we hebben een T2, een T3, we hebben een keeperstrainer... We hebben twee kinees, we hebben ondertussen drie dokters, waarvan het er natuurlijk altijd maar één aanwezig is. We hebben een masseuse, we hebben een diëtist, we hebben een psycholoog, we hebben videoanalisten. Denk ik niet zo heel veel anders of de omkadering bij de Rode Duivels? Nee, klopt. We hebben nu ook twee koks die altijd ons eten voorbereiden. En, het is echt... Altijd feest daar. Het is echt immens lekker eten dat wij krijgen. Ik ben er waarschijnlijk nog vergeten. Ze. Maar ja, onze staf is gewoon... We hebben nu twee teammanagers, dus ook die het materiaal doen en zo. Die daarbuiten ook keiveel voor ons doen. Moet ik even denken. Ja, ik ben er waarschijnlijk nog vergeten. Maar ja, dat duidt gewoon aan hoe neig dat we ondersteund worden. En dat echt gewoon een teamprestatie is. Het is niet enkel de 11 die op plein staan. Maar ja, het zijn echt superveel mensen die erachter staan. Dus dat is wel leuk. En het team zelf, hoe is die in de afgelopen jaren gegroeid? Het team zelf is... Ten eerste, iedereen is individueel sterker geworden op fysiek vlak, maar bijvoorbeeld ook op tactisch vlak. En dan ook gewoon als team zijn we ook enorm gegroeid. Er staat nu ook echt een team op het veld. Ik zeg het niet enkel de 11, maar we hebben zodanig grote kern met enorm veel talent in de ploeg. En er komen ook nog wat jonge speelsters aan. Ja, iedereen is gewoon individueel echt stappen aan het nemen. En juist doordat iedereen individueel sterker wordt, worden we ook als team veel beter. Ja, absoluut. Ja. En ik denk dat het ook wel helpt. Die jonge speelsters dat je zegt, ik denk dat dat ook wel voor een stuk ook mee te maken heeft met het feit dat jullie succes hebben. Dat is altijd zo. Als een bepaalde ploeg succes heeft, dan groeit de sport eigenlijk ook voor een groot deel mee. Hebben jullie dat het gevoel dat jullie doorheen de jaren ook zien van wij worden meer aanzien als echt een soort van idolen? Of zie ik dat nu op de staf? Wel meer sowieso. Zo bijvoorbeeld op Instagram krijg je al eens berichten van bijvoorbeeld jonge meisjes of zo. Of niet alleen jonge meisjes, maar ook gewoon anderen die je beginnen volgen. En je voelt wel dat je precies wat interessanter wordt voor de mensen. terwijl dat vroeger... Wordt uitgenodigd voor podcasts. Voor podcasts en zo. En dan zei je, oké, ja, ik zal dat wel doen. Echt met veel plezier. Dus uiteraard merken wij dat wel. En dat is ook juist het fijne. Hè. Dus
doordat wij succes hebben, zijn ook jonge meisjes en misschien ook jongens geïnteresseerd om te beginnen voetballen. En hoe meer jonge meisjes die beginnen, hoe meer keuze dat er gaat zijn om later te gaan kiezen om selectie te maken voor de nationale ploeg. Dus ja, dat is ook een doel van de voetbalbond, om de basis gewoon te verbreden, zodat dat je eigenlijk een hogere top kunt krijgen. Ja. Ik had ook het gevoel, toen ik begon met voetbal, dat het eerder zo was van een meisje die voetbalt. Terwijl ik niet het gevoel heb dat op dit moment nog zo is. Het kan zijn dat ik dat misschien anders zie of zo, maar ik heb niet het gevoel dat er nu nog op dit moment iemand is die daar van zo schrikken, om het al zo te zeggen of zo. Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met alles wat er passeert is de voorbije. Allee, ja, we komen veel meer. We komen regelmatig op televisie bij ons kwalificatiewedstrijden. Dus, ja. En dat verschijnt dan ook eens in de krant of op internet. Dus dat wordt dan gezien. En ja, natuurlijk komt er nog altijd veel kritiek op. En zo op Twitter lezen dan zo van die super stomme comments. Van ga terug naar de keuken en zo. Maar dat is echt super belachelijk. En ja. Maar, dat soort commentaar bereikt. Gezondheid. Geen corona hopelijk. Nee. maar die comments of die commentaar bereikt u dan toch wel? Dus ik kan me voorstellen dat dat wel piekt. Of zit je daar niet echt mee bezig? Ik ben daar niet echt mee bezig. Dan lach ik eens en dan denk ik, ja, wie zit die nu weer? Nee, dat is heel vaak zo in dat soort comments. Ja, dat je zelfs niet wilt weten wie dat is, soms denk ik. Daar heb je comments op dingen, of bijvoorbeeld op nieuwsberichten. Ik vind dat soms kijk ik daarnaar, omdat dat redelijk grappig is, wat mensen er allemaal op reageren. En dan grappig, inderdaad. Iedereen heeft over alles een mening. Dus, ja. Ja, er zijn heel veel virologen in België. Ja, klopt. Dat is ook een stuk of 11 miljoen, heb ik de indruk. Maar ja, inderdaad, ja, en die commentaar, ja. die verstomt eigenlijk. Als jullie toch goede resultaten neerzetten, dan is dat het enige die er toe doet voor jullie, denk ik. Ook. Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Nu, de Red Flames is natuurlijk een onderdeel van uw bekendheid, om het dan zo te zeggen. Maar u voetbalt op dit moment in Noorwegen voor uw derde jaar, denk ik. Mm-hmm. Hoe verloopt het daar? Want en hoe is het eigenlijk in 2020 geweest in Noorwegen? Want ik weet niet hoe het daar geweest is. Corona? Of? Ja, corona. In het begin. Dus ik heb de eerste lockdown van maart tot mei in België doorgebracht. En dan eind mei ben ik naar Noorwegen gevlogen. Dat was ten eerste super raar op Zaventem. Er was echt geen kat en al die winkels waren gesloten. Dat was echt mega raar. En dan kwam ik in Noorwegen toe. En in het begin verschoot ik wel, want er liepen mensen op straat. En ik woon in Lillestrøm. En we hebben zo één winkelstraat. En daar liepen mensen rond en met elkaar. En ik dacht, wat is dat hier allemaal? Maar dan toch, stilletjes aan, heb ik wel de indruk gehad dat ze daar dan toch wel wat voorzichtiger waren. Dan ook vooral met de ploeg. Want dan moesten we in een soort van vrije tijdsquarantaine dan met de ploeg. En waren we één grote bubbel. Maar ik weet in het begin, zo op openbaar vervoer, daar droeg niemand een mondmasker. Dus dat was heel raar. Ik weet nog dat de eerste stage na corona met de nationale ploeg moeten wij constant een mondmasker dragen. Buiten, als we op onze kamer zitten in het hotel en als we aan het eten zijn. Dus ook bijvoorbeeld als je je eten gaat halen, moet je mondmasker halen. En ik vergat constant mijn mondmasker, omdat ik dat totaal niet gewoon was. Ik was echt niet gewoon. Maar ja, en dan stilletjes aan, oktober, november, werd dat wel wat neiger in Noorwegen. Dat je wel echt mensen zag met een mondmasker, terwijl dat voordien helemaal niet was. Maar ja, Noorwegen is ook dat. Daar kom je niet als je daar niet moet zijn, eigenlijk. België is een transitland. Ja. Hè? En wij wonen ook gewoon super dicht op elkaar. En we zijn met 11 miljoen op een kleine oppervlakte. En in Noorwegen is alles veel meer verspreid.
Dus qua besmettingen viel dat daar allemaal nog wel mee. Maar allee, corona leeft daar natuurlijk ook wel. Maar ze zijn daar nu wel veel strikter op. Dus als ik naar daar moet, moet ik weer in quarantaine binnenkort. Dus in het begin had ik zoiets van... Die corona, dat is toch niet gelijk in België. Maar de laatste maanden denk ik wel... Ja, oké, ze zijn hier wel echt super voorzichtig. Dus... Het was wel een verschil met België. Ja, ik heb Jasper van der Heijden op de podcast gehad. En die voetbalde in de Faroeër, op de Faroeër-eiland. Dus die heeft ook zo... Ja, die heeft corona bijna niet zien passeren. Want voor ja, daar op zo'n eiland, waar dat er een paar honderd mensen wonen, of een paar duizend, die heeft dat zo helemaal zo half maar zien passeren. Eigenlijk meer door zijn vader, die in West-Jordanië coach is. Dus dat is zo'n heel rare... beeld van. Want je vertelde daarnet toen dat je eigenlijk de eerste keer naar België terugkwam door de lockdown, dat het eigenlijk een beetje door de vlucht heen veranderd was qua regels. Dus we kwamen met de Red Flames terug van de Algarve Cup in Portugal. En normaal, als ik met de Flames in het buitenland zit en we moeten terug naar de club, vlieg ik direct van het buitenland naar Noorwegen. Maar op die moment, ik denk dat er gewoon geen goede vluchten waren van Portugal naar Noorwegen op die moment. Dus ben ik mee naar België gekomen. En eigenlijk van de vlucht van Portugal naar België was precies of heel de wereld was veranderd. Want wij landen daar. Allee, het was eigenlijk in Eindhoven dat we geland waren. En ik kreeg een bericht dat onze competitie in Noorwegen uitgesteld was. Want die begon normaal rond 20 maart of zo. Ja. Die was uitgesteld. En dan ook in België, het ene nieuwsbericht na het andere kwam binnen. Dus dat was echt van, wow, we hebben hier, ik weet niet, 2-3 uur gevlogen. En alles is plots, plots veranderd. Dus ja, dat was echt... wel echt crazy. Maar ja, zo, dat denkt iedereen wel. Een beetje zoals dat verhaal in Australië. Ik weet niet of je dat hebt zien passeren, maar daar deden ze een Big Brother aflevering. Of een serie. En toen hebben ze echt moeten die mensen... Ze hebben die ingelicht. Ja, ergens halverwege dat verhaal. En inlichten. Dus nu binnenkort ook weer Big Brother hebben gezien in België. Dus ze zullen ze niet meer moeten inlichten. Het zal een beetje te laat zijn. Ja. Maar toch, stel je maar voor dat je in zo'n situatie zit. Dat je helemaal niet meer weet van welke. Ja, dat je op het eerste moment niet gelooft dat het een deel is van het programma of zo. Ja, maar ja, als je zo terugdenkt over maart. Dat was echt. Ja, ik vind dat een zotte gedachte. Ik kan bijna niet meer terugdenken op dezelfde manier. Over hoe dat geweest is. Ik vind echt... ik persoonlijk... Ik weet niet hoe dat met u is of met anderen, maar je leert daar wel veel uit. En je leert zo echt zo... Het was echt back to basics. En je leert te... ik kon dat nu wel al redelijk goed, maar ik was nog meer content met wat je eigenlijk hebt. En dan realiseert je van goede gezondheid en gewoon je familie dicht bij je en je vrienden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, en dan al de rest is mooi meegenomen. Ja, inderdaad. En dat is zoiets. Dus, dat soort periodes zorgt er wel voor dat als je er niets uit leert, dat je het echt wel verkeerd hebt aangepakt. Het is net de bedoeling om als je zoiets tegenkomt, net zoals waarschijnlijk mijn blessure is, dat je ervan leert, dat je er iets van opsteekt. Mm-hmm. Hoe was het voor u? Is dat vooral in Noorwegen dan waarschijnlijk, die tweede periode dan? Ja. Ik kan me voorstellen, uw vriend blijft in België, uw familie blijft in België. Die heb je de voorbije maanden waarschijnlijk niet zo superveel gezien. Nee, dat was niet altijd... ik heb iets een kriebel in mijn keel, sorry. geen probleem. dat was niet altijd gemakkelijk. En ook al zeker omdat je... heel weinig afleiding hebt. Dus je ging trainen en gaat je wedstrijden, maar voor de rest was er heel weinig. Dus dat was eigenlijk... dat was niet zo leuk, ik zal het zo zeggen. En ik denk dat ik in totaal is... En eigenlijk valt het dan nog wel mee, als ik vergelijk met anderen, maar het maximum dat ik Thomas en dan mijn ouders en familie en vrienden niet heb gezien, is 3 maanden. Maar dat vond ik wel redelijk lang. Ja, absoluut. En ook gewoon... ik had er in mijn club in LSK... is er een Zweedse en een Duitse. En die hebben hun familie niet gezien sinds februari. En dan denk ik echt, wow. Dat is echt, kan ik mezelf niet voorstellen. Maar zo zijn er veel.
Ja, ja. Gelijk ook nu bijvoorbeeld al die... Ja, het stond vanmorgen in de krant, die spelers van Gent die dan toch naar hun familie reizen of op vakantie gaan. Ja, ze hebben getekend dat het niet mag, maar... Ik snap het ook wel op een of andere manier. Ja. Als het zo lang geleden is en... Ja. Ja, je wordt wel ik veel getest. Ik vind het een moeilijke kwestie, maar ik begrijp wel dat ze hun familie willen zien. En ja, dat is, je mocht dat mentaal ook zeker niet onderschatten. En ja, dat is daarom ook, denk ik, die tranen na Zwitserland. Omdat, ja, ik zat daar ook, gelijk dat ik al heb gezegd, in Noorwegen en dat je dan toch... Brengt nog iets meer... Ja, dat je dat dan toch... bereikt hebt, dus maakt het natuurlijk wel extra mooi. Ja, en u hebt één keer uw vriend gemist omdat hij naar de Champions League was in Dortmund zeker, dat, net toen jij terug was. Hè. Dus ja, maakt het dan nog net meer... Dat was echt... pas op, ik had hem nog een halve dag gezien, maar ik denk dat ik zondagmiddag terug was gekomen vanuit Noorwegen omdat we zaterdag wedstrijd hadden. En hij vertrok maandag naar Dortmund was het, hè. Ja. Ja. En wij moesten maandag met de Flames in Tubeke zijn voor een training en een test. En we hadden dinsdag vrij. Maar we mochten niemand zien buiten diegene met wie dat we samen woonden. Ja. Maar ja, ik heb een huis met Thomas, maar Thomas was weg. Dus ik zat in België, maar ik was wel helemaal alleen. Dus dat was wel... Okay, je zat dan nu weer al alleen. Ik ben in België, maar ik mag niemand anders zien. Leuk. Maar ja, kijk, ik was dan blij om gewoon ook eens... In ons huis te zijn, want ik ben er niet veel. Maar, ja. Maar nu zit je helemaal veel, denk ik. Ja. Zelf doe ik een foto passeren op Instagram. Dus ik denk dat je het ook wel leuk vindt om weer heel de tijd samen te zijn. Hè? Want als dat een heel tijdje geleden is, is dat misschien ook weer wennen. Bij ons was het juist omgekeerd. Ik werd bijna altijd van thuis uit. Ja. Dus bij ons was er niet zo heel veel verschil in hoeveel keer dat we elkaar zagen. Maar toch, ik denk dat er wel voor heel veel... ja, het zorgt wel voor een ander perspectief, zoals dat je zelf zegt. Ja. Nu, ja, 2020 was sowieso een raar jaar. Hoe heb je het eigenlijk anders voor de rest? Ja, je familie heb je weinig gezien, vrienden weinig gezien. Hoe is het voetbal geweest? Is het moeilijk geweest om die maanden te overbruggen waarin dat er weinig gevoetbald, of er eigenlijk niet gevoetbald werd? Dat was eigenlijk heel dubbel. Want zoals ik dus al heb gezegd, Thomas zie ik niet superveel. Dus eigenlijk, ik vind het misschien wat raar om te zeggen, maar die eerste lockdown voor ons was dat eigenlijk wel leuk. Want we waren constant samen en je had absoluut geen verplichtingen om andere mensen te zien. Of, pas op, ik doe dat graag. Hè. Mijn vriendin zegt altijd net hetzelfde. Het is wel een voordeel om eens niet verplicht te zijn om iedereen te zien. Dus misschien wat verkeerd verwoord, maar je kon gewoon niet buiten. Je mocht niet buiten. Dus je werd gewoon op elkaar aangewezen. En ja, dat was toen, het was goed weer. En ik heb toen ook wel heel veel getraind, maar dat was leuk. Je ging trainen en dan lopen of zo. Of ergens op een voetbalveld. En dan kwam je thuis en dan konden we samen eten en samen wat tv kijken, spelletjes spelen. Dat waren dingen dat wij totaal niet gewoon waren. En dat was echt gewoon, ja, dat was super plezant. Ik schaam mij een beetje om dat te zeggen, maar ongeacht dat ik super graag voetballen, want ik vond het echt super, super zuur dat de competitie uitgesteld werd. Maar ja, dat was zo. Je kon er niets aan veranderen. Dus dan moet je... dan was ik wel blij wat de andere keerzijde van de medaille was, natuurlijk. Ja, die eerste wedstrijd terug. Ik weet niet wanneer dat voor u zal geweest zijn, maar dat moet ergens in de zomer geweest zijn, veronderstel ik. Mm-hmm. Dat zal wel ook leuk geweest zijn om terug... te mogen voetballen. Ja, dus ik... wij waren 2 weken aan het trainen met LSK dan. En we hadden een eerste oefenmatch in juni. En na 20 minuten val ik achteruit op mijn pols. Breek mijn pols. Dus okay, dat was, never mind. Nee, dat was echt... Dat was echt dat was... Ik had in corona echt niet getraind. En ik voelde me fysiek supergoed. En ik was kei gemotiveerd en ik had er kei veel goesting in. Altijd natuurlijk, maar dat was echt zo, doordat je zo lang niet had gespeeld, was echt. En dan ben ik wel naar, ik moest geopereerd worden, ben ik naar België gekomen. Dus dat was dan terug even samen met Thomas, maar dat was dan maar
twee of drie weken. En dan ben ik terug naar Noorwegen gegaan. Dus die eerste match was niet bepaald de leukste match. Maar nadien was het wel leuk om te kunnen voetballen. Als je ziet dat heel de wereld nog wel een beetje stil ligt. Maar dat wij wel als voetballers konden voetballen. Dus dat privilege hadden we wel. En daar ben ik wel heel dankbaar voor. En dat was wel leuk. Ja, een van de dingen die ik altijd zeg over die twee verschillende lockdowns is dat ik met deze veel minder moeite had omdat er sport op tv was. Ik ben zo'n sportliefhebber dat ik... Ja, natuurlijk, het is ook mijn job. Ja. Maar nu heb ik veel meer het normaliteitsgevoel omdat er sport is. En anders, de eerste lockdown was dat helemaal niet. Nee. Dus dan was anders zaterdag en zondag... we gaan niets. Ja. Ja. Anders naar sport kijken. Mijn vriendin werd meestal op zaterdag, omdat ze een praktijk heeft en ze is psychologe. Ja. Ze werd op zaterdag meestal. Ja. Dat is Engels voetbal vanaf 1:30 uur. Ja. Dus dan, ja, ik had altijd... Dat was niets, hè? Dus nu niets. Dus dat was een heel ander gevoel dan de voorbije jaren altijd geweest. Het was wel de Container Cup. Na een tijdje. Dat vond ik wel nog een tof programma. Ja. Dat was het enige sport dat op tv was toen. Ja, dat was inderdaad het enige van sport. Waren daar veel vrouwen in? Ik weet dat eigenlijk niet meer. Niet superveel. Niet superveel. Nee. Het is misschien nog een mooie brug naar iets waar we... waar ik het ook nog wou over hebben. Vrouwen in de sport. Ik heb het er net voor de podcast, denk ik, nog gezegd. Ja. De voorbije drie of vier gasten, daar waren er drie vrouwen, als ik u dan meereken. Omdat ik altijd probeer zo'n beetje het midden te vinden tussen... man en vrouw klinkt heel raar. In mijn gasten een beetje de mensen te kiezen die interessant zijn, maar ook daarin mijn genderrol gelijk te houden. Vrouwen in de sport, hoe staat jij daar op dit moment tegenover? Je hebt net al gezegd, er is veel veranderd voor voetbal, er is veel veranderd voor andere sporten, denk ik ook. Hoe is de aandacht nu voor jullie? Vinden die genoeg? Of kan dat... Pas op, ik ben blij met wat we hebben, maar ik denk dat het wel nog steeds beter kan. Omdat ik merk dat ook, zelfs in mijn dichte omgeving, dat sommigen soms niet weten dat wij een wedstrijd hebben, bijvoorbeeld dan met een nationale ploeg. Want in Noorwegen is het eigenlijk al helemaal moeilijk om te volgen. Maar bijvoorbeeld met een nationale ploeg, soms hoor ik dan van, jullie hadden een match. Ik wist dat niet. En dat vind ik dan wel... Ja. Een beetje de taak ook van de media om bijvoorbeeld een artikel in de krant te zetten en niet in een hoekje, maar een halve pagina of zo op zijn minst, dat toch duidelijk is dat er een wedstrijd gespeeld wordt of dat we kwalificatie, of dat we bezig zijn met de kwalificatie. Dus dat kan wel beter, maar pas op, ik ben wel blij met wat we hebben, want... Ja, ik heb het al veel gezegd. Je ziet van waar dat we komen. Dus, en het is nog in opmars, dus dat gaat enkel nog maar beter zijn. Dus we zitten nu een soort van tussenperiode. Maar soms, ik wil ook heel graag andere vrouwensporten volgen, maar het is gewoon niet altijd mogelijk. Nu is er wel ook regelmatig vrouwencross op tv, want dat vind ik ook nog wel leuk om te zien. Ja. Maar voor de rest... is er niet zo heel veel vrouwensport op tv. En dat vind ik wel spijtig soms. Ja, en heel vaak is het ook zo dat ik dan, als ik me dan zelf als media mag rekenen, of wij als media, is het heel vaak zo dat wij daar wel een invloed in hebben in hoe dat mensen daarnaar kijken. Ja, ik denk dat we dat soms zelf niet altijd even goed snappen. Ik geef altijd voorbeeld van tennis, waarin dat ze ook op een bepaald moment beslist hebben om... zoals alles op prijzen geldt en zo, denk ik ook. En ook qua aandacht naar tv-gelden en zo. Of tv-gelden niet, maar tv-rechten. Om dat allemaal gelijk te zetten, dat vrouwen en man evenveel in beeld komen. Ja. Die hebben zelf ook... Dat is de sport, denk ik, waarin dat vrouwen en mannen qua aandacht bijna volledig gelijk staan. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk nu, zoals dat zegt, van veldrijden is ook zoiets. Hè. Daar hebben ze ook op een bepaald moment beslist om de vrouwen te beginnen uitzenden bij elke wedstrijd. En sindsdien zijn die vrouwen ook alleen maar populairder geworden. Mm-hmm. Maar die hebben het ook wel zelf gegrepen door er spannendere crossen van te maken dan de man. Ja, dat kan Mathieu nu ook niet aan doen. Hoewel dat nu misschien iets spannender is geworden. Maar toch, hè, die hebben het wel zelf allemaal, ook voor een stuk... dan wel terugbetaald in de zin van we hebben het, ze hebben het mooi gemaakt. Dus het komt ook met prestaties. Hè. Je moet presteren, anders...
Ja, als het... Is het ook niet interessant voor de kijker? Of zijn er mensen ook snel wat waar zij is? Ja, ja. Zappen die weer weg en dan... Dat klopt. Verdwijnt dat vooral weer, weer in de ja, ergens in de marge ja. van was dat zelf zegt. Like bijvoorbeeld de Champions League die jullie spelen met Lillestrøm. Is die ergens te volgen? Want ik weet, bijvoorbeeld de score tegen Minsk, denk ik. Ja, Minsk. Ik heb dat helemaal in een, rechts in een kolommetje gezien in de krant. Ja. Voor heel veel mensen. Ik ook. Ik lees blijkbaar Nieuwsblad. Ik lees, lees Nieuwsblad. Ja, voilà. Ik werk voor Nieuwsblad. Dus we kunnen dat ergens wel volgen, denk ik. Maar waar kunnen we dat bijvoorbeeld volgen? Als mensen nu na die podcast zeggen van... Ik wil eigenlijk wel zien wat Justine aan het doen is. Ja. Dat is heel moeilijk. Daarom probeer ik via mijn eigen Instagram zoveel mogelijk informatie te geven. Maar bijvoorbeeld de wedstrijden tegen Minsk waren op een betalende Noorse zender. Waarvoor, ja, dat je al de taal een beetje moet kunnen. Of je moest dan ook betalen om die match te zien. En onze competitiewedstrijden bijvoorbeeld, daarvoor heb je een Noorse telefoonnummer nodig. Dus... Dat is al helemaal niet mogelijk. Een telefoonnummer? Ja, om je dat is dan... Je kijkt dan via een website die verbonden is met de krant. Dus dat je dan een krantabonnement hebt. Ja, okay, maar je kunt dan ook beelden bekijken. Maar bijvoorbeeld, ja, dus de Champions League was wel was betalend op een Noorse... Op een Noors online medium. Dus ja... Dat is gewoon al super moeilijk voor mensen die het willen volgen om het te bekijken. En dat probeer ik... Allee, ik probeer zo via mijn eigen Instagram wel altijd wat informatie te geven, maar... Dat is ook alleen maar voor je 3.100 volgers, heb ik ja, er klopt. Nog gekeken. Zoiets. Ja, dus je bereikt ook niet iedereen. En ja, het is niet gemakkelijk om ook gewoon altijd uit te leggen. Want bijvoorbeeld zelfs nu een goede vriendin van mij. 2 dagen geleden was ik maar gaan wandelen. En zij zit niet in de voetbal. Maar zij vroeg dan ook van... Ja, hoe zat dat nu weer op het einde van het seizoen? Want je hebt dan Champions League gespeeld, maar je hebt dan ook een beker gespeeld. En een competitie. En hoe zit dat juist? En ja, zij zit niet in de voetbal en niet in de sport. Dus dat was voor haar ook moeilijk om te volgen. En, ik heb die discussie hier... uitleg vooral ook dikwijls in de zetel met mijn vriendin. Hoe ja, zit hij nu weer te kijken? Want ja, je hebt dan een bekercompetitie, maar dan de regulier, de normale competitie. En dan heb je de Champions League. En dan komen de Red Flames er nog bij. En, dan nog een keer international gezet, dan komt ja, het is soms het is voor diegenen die het wel willen volgen, maar niet zo in de voetbal zitten, is het ook al moeilijk. Dus ja. Probeer dat dan altijd wel uit te leggen, maar ja. Ja, jullie wedstrijden worden uitgezonden op televisie altijd, dat is op een van de VTM-zenders, denk ik. Mm-hmm. Heb je het gevoel dat daar een soort van invloed is geweest op de aandacht? Ja, ik denk dat er wel redelijk wat mensen naar kijken. De laatste match tegen Zwitserland hadden we meer kijkers dan een Champions League match van Liverpool. Ja, is dat echt? Ja, daar waren cijfers over naar buiten gekomen, dus dat is wel leuk. Ja. Dus ik denk dat mensen wel willen volgen, maar het moet duidelijk zijn. Ja, en toen was het ook zo, denk ik, dat het niet op de VTM 1 of ja, het was 3 of 4. Het was 4 nu, hè. Ja. Dus het was dan bij wijze van spreken gedegradeerd naar 4. Maar het feit dat er toch nog evenveel mensen of meer mensen kijken naar iets dat op 1 zit, als het dan VTM-toestanden gaat, dat wil wel zeggen dat er inderdaad interesse voor is. Ja, er is echt interesse voor. En nu in dit geval zaten de tribune was leeg, maar die is anders verre van leeg als jullie in Leuven spelen. Ja, in Leuven is het echt plezant spelen. Omdat dat is ook een stadion dat niet super groot is, maar ik denk dat er iets van 8 of 10.000 man of zo binnen kan. Maar voor ons is dat is echt super leuk, omdat je hebt altijd wel het gevoel dat het redelijk vol zit. En dat geeft echt wel heel veel sfeer. En de accommodatie zelf is ook super goed. Dat veld ligt er tip-top in orde bij. Ja, en de kleedkamer. Zo Engelse... Ja, via Leicester. Hè. Via Leicester City. En de kleedkamer is tip-top. En dat is gewoon echt heel leuk spelen. En we halen er ook altijd goede resultaten. Dus dat is ik hoop dat we er mogen blijven spelen. Dat is dan ook zoiets bijgelovigs. Dat groeit, hè. Dat groeit, ja. Zijn er bijgelovigen? Niet zo. Nee. Dan... Want hebben ze sommige sporters die helemaal over het randje gaan? Ik denk zo vroeger wel wat meer, maar als je dan iets verliest en je hebt altijd alles gedaan wat je dan moest doen,
dan klopt het ook niet meer. Hè. Dus ja, nee, eigenlijk niet. Ik ging daarnet nog vragen iets over tijdens de lockdown. Maar is het eigenlijk ook altijd wel geld? Uw vriend, ben je even zijn naam kwijt? Thomas. Thomas, juist. Verloofde. Verloofde, kijk, voilà. Dat moest ik zeker juist zeggen, want onlangs stond het eens in de krant, de vriend. En hij zei, vriend. Verloofde. Nee, grapje. Maar op mijn knieën geweest, dan. Nee, dat was om te lachen. Is dat een onderwerp, voetbal, die veel passeert in jullie omgeving? Als jullie thuis zijn, want hij is kiné bij een voetbalclub. Je voetbalt uiteraard. Is dat iets dat veel passeert? Of zijn jullie net van... We babbelen er wel veel over, maar ja. Nee. Ook over andere dingen. Maar we zijn eigenlijk alle twee heel erg geïnteresseerd in sport. Dus ook over andere sporten gaat dat regelmatig. We babbelen veel over voetbal, maar niet dat dat te veel wordt of zo. Allee, ik heb toch niet dat gevoel. Als jij dat heeft, moet je mij dat zeggen. Maar nee, dat absoluut niet. Maar ja, het is een belangrijk onderdeel van ons leven. Hè. Dus uiteraard babbelen wij daarover, ja. En babbelen jullie ook over die verschillen die je daarnet hebt opgenoemd? Over de aandacht en de omkadering? Ja, allee, Thomas vertelt dat wel, hoe dat er bij hem aan toe gaat. Maar hij vertelt dat niet elke dag. Hè. Dus dan heeft eens gezegd hoe dat er aan toe gaat en... Dan is dat ook gezegd. Hij weet ook hoe dat er bij ons aan toe gaat. En ja, het is gewoon, ja, oké, we weten dat. En we kunnen er momenteel niet veel aan doen, dus het is al zo. Dus, ja. Hoe belangrijk is het WK van... Ik wil 2018 zijn, maar ik ben het niet helemaal zeker. Waarin dat, de VS wint. En er toen heel veel... commotie zeggen, dat is misschien ook niet het juiste woord, maar toch redelijk veel aandacht was rond het feit dat Megan Rapinoe en Alex Morgan, die op dat moment de absolute wereldtoppers waren, die dat toernooi voor een stuk gedragen hebben, denk ik, met hun spel, dat die daarna ook uitspraken deden over equal pay, zoals het dan in het Engels noemt natuurlijk, over de gelijkheid en vooral de ongelijkheid dan in de sport. Is dat iets waar jullie als Red Flames bijvoorbeeld, of in de ploeg, dat ook iets was dat een onderwerp was, van hey, die zeggen er wel iets over. Daar wordt wel eens iets over gezegd. En ik vind dat ze ook wel echt een punt hebben. Want in Amerika is vrouwenvoetbal veel populairder dan mannenvoetbal. Ja. Dus ja, zij zijn gewoon nummer 1 van de wereld. Terwijl het mannen dat niet zijn. Dus ze hebben natuurlijk recht van spreken. Dat ze willen dat ze hetzelfde betaald worden. En eigenlijk, als je naar prestaties kijkt, moeten ze zelfs beter betaald worden. Dus... ja, en bij ons, iedereen weet wel, allee, dat is wel een topic, maar we beseffen ook wel dat niet, nog niet volledig gelijklopend kan zijn. Maar ik vind wel bijvoorbeeld sommige voetballers worden gewoon wel echt te veel betaald en wij worden te weinig betaald. En ik ga niet diegene zijn die gaat zeggen van oké, wij moeten hier allemaal hetzelfde gaan verdienen, maar ja... Het verschil mag gewoon niet zo gigantisch groot zijn. Nee. Maar ik vind wel... Wij worden altijd vergeleken met mannenvoetbal. Maar bijvoorbeeld... ik had een vriendin die echt heel goed was in polstok springen. En zij verdiende ook echt heel weinig. En ja, zij was ook wel top in België. En ook aan haar weg bezig om alleen in Europa dan... Maar zij verdienden ook niet veel. Dus wij worden altijd vergeleken wel met mannenvoetbal, maar ook gewoon in andere sporten is het verschil gigantisch groot. Maar ja, dat is natuurlijk ook, dat heeft te maken met mensen het aantal mensen dat voetbal bereikt. Dus dat is echt gigantisch. Dus het is wel logisch dat voetballers meer verdienen, omdat daar gewoon veel meer geld in zit. Maar ik vind het verschil gewoon veel te groot. Het is een moeilijk onderwerp. Ja, het heeft dan nog niet eens zoveel te maken, alleen met het feit dat inderdaad, het heeft ook met vraag en aanbod te maken. Ja. Bijvoorbeeld, een ik ga juist vragen om niet te veel... Ah, sorry. Ik hoor het in mijn microfoon zo rommel. Het heeft niet alleen met vraag en aanbod te maken als het dan bijvoorbeeld over lonen gaat, maar een premie die vanuit de bond komt, als het over een bepaalde prestatie gaat,
die kan wel perfect gelijk getrokken worden, want mm-hmm. dat heeft daar veel min... Allee, dat is dezelfde mm-hmm. soort van... in een industrie is het altijd moeilijk om te vergelijken, ja. maar zeker premies, vind ik, of mm-hmm. ja, overwinning... Allee, weet je wat ik bedoel? Dan is dat verschil veel minder logisch om ja. in stand te houden. Bij het veldrijden hebben ze het veranderd. Sinds vorig jaar, denk ik, is alles gelijk getrokken qua... qua premies in winstpremies dan en eindklassementen en zo. Ja. De vrouwen en de mannen verdienen evenveel. Alleen zijn de startgelden bij de vrouwen dan bijvoorbeeld weer een stuk minder. Ja. Oh ja. Dus ja, dan ja. zitten nog altijd in een soort van ja. wel gelijk, maar ook weer nog niet helemaal gelijk. Mm-hmm. Dus het is nog, er zijn nog veel stappen te zetten. Maar ja. als de Red Flames blijven verder doen zoals ze nu bezig zijn, dan kunnen daar ook wel... Ja, dat gaat groeien, hè. Ja, in Noorwegen is het wel zo dat bij de nationale ploeg dat de mannen en de vrouwen ja, evenveel betaald worden. Maar daar is het systeem een beetje anders. Zij krijgen... de grote kern krijgt eigenlijk een maandelijks bedrag, waardoor dat ze... niet moeten, bijvoorbeeld de vrouwen dan, waardoor dat ze daarbuiten geen extra job moeten leven om ja, wat extra spaarcenten te hebben. Maar dat ze echt alles op de voetbal kunnen zetten. Ja. Kunnen zetten. Dus dat zou blijkbaar hetzelfde zijn, dat ze maandelijks hetzelfde bedrag zullen krijgen. Dat is wel een mooie manier van denken. Ook ja. om te denken van, als we ze ervoor kunnen zorgen, als ze enkel maar als prof bezig zijn, ja. dan... Want, mm-hmm. ja, want hoe lang ben jij nu prof? Ook nog niet zo super lang, waarschijnlijk van als dat... 3 jaar. Want Duitsland waarschijnlijk nog net niet. Of zo een beetje. Ja, toch. Ja. En dan Noorwegen sowieso ja. waarschijnlijk omdat ergens woont. Dat niet zo ervaring is om ja. maar even nog daar ergens een andere job te vinden. Ik ben nog aan het kijken of ik iets vergeten ben. Want ik heb zo een hele lijst gemaakt van... Allemaal dingen die ik ging vragen. En ik denk dat ik er overal door ben. Ja. Dus dat hij zelf zegt dat ik iets vergeten ben. Maar dat denk ik ook niet, hè. Nee, denk het niet. Ik heb je blad niet gezien. Nee. Dat is ook waar. Ik ben, ja. ben zo eerlijk geweest om dat te vertellen, maar inderdaad niet allemaal te zijn. Goed, maar we zitten wel aan 1:12. Dus nee. dat is ook wel leuk. Ik mik altijd op 1 uur, maar dat is ook wel leuk als dat af en toe een keer een beetje naast mik. Ik hoop dat je een beetje geamuseerd hebt. Ja. Dat leuk vond. Plezant. Ik heb altijd één vraag helemaal op het einde van de podcast. En dat is altijd dezelfde vraag. Dus mijn luisteraars weten al wat er nu komt. Wat mag ik u toewensen? We nemen dit op 30 december. Dus het gaat sowieso volgend jaar. Voor overmorgen. Ik ga nu volgend jaar zeggen, maar het komt pas later uit. Oh, ja. Dus ja, wat mag ik u in 2021 wensen? Ik zal het zo zeggen. Gezond jaar. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar dan... de belangrijkste bijzaak natuurlijk. Ook veel... dat sportief allemaal goed gaat. En dan... Eerst en vooral dat gezond is niet enkel op mij, maar gewoon algemeen. Ja. Iedereen in de buurt, maar eigenlijk ook... alle mensen uit België en eigenlijk heel de wereld. Dat corona gewoon zo snel mogelijk van de baan is. En dat we terug ons normale leven kunnen voortzetten. Want ik denk dat veel mensen moeilijk hebben. Ja. Absoluut. Ja. Ik kan dat beamen via mijn vriendin die als psycholoog werkt. Zij ziet het ook wel alleen maar die lijst langer worden van mensen die bij haar een afspraak willen maken. Of die bij haar psychose dienst of zo. Ja. Dat is ook niet allemaal eenvoudig. Dus laten we inderdaad hopen dat allemaal gepasseerd is. En het is wel grappig ook, want mijn eerste paar podcasts waren nog voor de lockdown. En dan was het heel vaak zo, wat mag ik je wensen? En dan was dat heel vaak... iets meer materieel. Niet dat die mensen nu echt dingen vroegen, maar het ging meestal... Gezondheid werd bijna nooit vernoemd, of later. Maar het grappige is dat sinds de lockdown, die eerste keer dat gebeurd is, dat eigenlijk nu iedereen dat als eerste zegt. Dus dat is wel een teken dat mensen daar toch veel meer mee bezig zijn. Meer van, dat is altijd als er iets... Ja, als je iets mist... Allee, het is niet dat we gezondheid missen, maar als je zo iets mist of er is iets niet volledig juist met iets, dat je dat dan pas begint te beseffen hoe belangrijk dat juist is. En dat is met gezondheid hetzelfde, dat iedereen nu wel iets heeft van, dat is echt wel het belangrijkste van allemaal.
Ja, inderdaad. En daar kan ik niet veel meer aan toevoegen. Dat is eigenlijk een mooie manier om af te sluiten. Ik hoop dat alles goed gegaan is met mijn camera's. Die ene is ben moeilijk doen. Dus die heb ik uiteindelijk niet gebruikt, maar we hebben nog altijd deze. Dus kan ik in aan die zwaaien. En dat is ook een beetje voor de mensen nog een keer te laten herinneren dat er ook een videopodcast van bestaat. Ah, ja. Dus dank u. Graag gedaan. Veel succes de komende maanden, maar vooral jaren in 2022, zeker in Engeland. Ja. Gaan we met heel veel plezier volgen. En misschien in 2022, dan daarna nodig ik u nog een keer uit of zo. Het zou nog leuk zijn om dat verhaal een keer te laten passeren. Ja. Dag, Justine. Super. Tot de volgende keer. Merci. Ja.